Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag gaat Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht, met mij in gesprek om me aan de tand te voelen over de gezagscrisis. Ja Wim, het is me een groot genoegen dat je hier bent. Dat is helemaal wederzijds, Ad. Vorige week heb ik je boek hier op mogen halen. Ik krijg het van je heel genereus. Anders had ik het echt wel gekocht. En ik heb het verslonden, zoals je kunt zien. Sommige mensen vinden dat een horreur. Iemand die echt zo'n boek helemaal stuk leest. Maar dit is een boek om stuk te lezen. Dit is echt een heel leuk boek, heb je geschreven. Urgent boek ook, hè, zoals dat dan heet. Maar een echt urgent boek. En het razend knappe van je boek vind ik dat je een problematiek van menselijk samenleven in grote verbanden, waarbij je gezag van leiders nodig hebt, dat je dat vertaalt naar deze tijd. Dat is razend knap gedaan. Je vindt er ook nieuwe woorden voor mensen die de boeken willen lezen, om intuïtieve gedachten die je hebt. Het zit vol met poreuze individuen, allerlei mooie woorden, ook in een taal gevat, die precies raakt, denk ik, wat er aan de hand is. Het blijft niet hangen in een analyse. Er wordt gedacht aan constructief aan het eind. Daar komen we straks nog op. Hoe je dat oplost. Maar het eerste ding wat ik je erover zou willen vragen. Hè, je zegt van nou, dit boek is een beetje organisch gegroeid. Zeg je in de verantwoording. Ik moest eens een keer een essay schrijven van 20 pagina's. Dat heb je keurig gedaan. ROB. ROB. Voor de mensen die dat niet kennen, de Raad van het Openbaar Bestuur. Dat is niet iets waar je de rapporten van leest op je vakantie aan de strand. Zal ik maar even zeggen. En het liet je niet meer los, de materie. En uiteindelijk komt er dan, bolkt dat uit voor de echte denker die je ook bent. In een boek van 344 pagina's die ademloos uit te lezen zijn. Een eerste vraag die ik aan je had, en dat vond ik ook zo heel knap. De deugdethiek speelt een rol hierin. Hè? Je zegt van, kijk, je kunt over macht en gezag nadenken. Machtontologische benaderingen heb je daarbij. Ik moet even kijken of contracttheoretische, dat kennen we allemaal. Naar een nieuw sociaal contract. Of Machiavelli en Hobbes, die zeggen dan van, het gaat om de macht en die vasthouden. Jij zet hem in de sleutel van deugden. En dat deed Aristoteles ook. Ja. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Hoe belangrijk dat is als lijn in dit boek? Zodat ook degene die dat boek nog niet hebben, onterecht, dat die onmiddellijk ook naar de winkel lopen om dat te gaan kopen. Ja, de reden dat ik dat spoor heb bewandeld is omdat ik zelf zowel vertrouwd ben met die contracttheoretische als die machtsontologische tradities. En daar altijd al een gevoel heb gehad, dit is gewoon niet de manier om een samenleving te begrijpen. Dus daar begint het. Gewoon puur intuïtie. Heeft ook te maken met je eigen afkomst, met hoe je opgevoed bent, maar ook hoe je instituties ervaart. Of het nou een gezin is, of een school, of een ziekenhuis, of uiteindelijk ook een staat. En wat voor mij van belang is dat er, zodra je eenmaal kiest voor een van die posities, dus macht dan wel een contract, dan zit je eigenlijk al in een bepaalde mensopvatting. Waarin het idee van, hey, we zijn samen en we komen als gemeenschapswezens op de wereld, dat je dat eigenlijk uit het oog begint te verliezen. Dus dat is ook een van mijn kritiekpunten, ook eigenlijk op wat, hoewel ik Nietzsche zeer waardeer, en voor een deel ook Foucault komt ook in de tekst terug, toch zeg ik, nee, maar als macht de laatste grond wordt, dan zie je als het ware niet wat mensen in een positieve zin beweegt om bij elkaar te zijn, om samen iets te doen. En dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijk vertrekpunt. Dus dat ik eigenlijk de positieve beweeggrond van samen zijn probeer te begrijpen. Nou, dan in dat verband introduceer ik in de eerste plaats, in het eerste deel, ook een aantal noties. Hè, dat ik zeg dat gezag, dat is ook een mooi Nederlands woord. Het heeft iets te maken, denk ik, toch met ons levensgevoel. Dat gezag is iets anders dan autoriteit of macht. Gezag, daar zit ook bij, ergens die waardering of die erkenning in. Het onderkennen van, er moet nou eenmaal
iemand zijn. En dat heeft hij niet voor niets. Nee, nee. En, dat, dus dat, en de vraag is dan, ja, wat is dat? Dus je hebt het terecht over leiderschap. Ik verbind ook dat gezag aan, aan het durven voortgaan. Ook aan zeggenschap, het voor het zeggen hebben. Allemaal die. En de vraag is dan, hoe onderscheidt zich dat nou van macht? En dan introduceer ik in dat verband het idee van een recht van spreken. Dus wat ik al zeg, dat heb je eigenlijk al bij een vriendenclub of bij een groep mensen. Dat er bepaalde enkelingen zijn waar mensen meer naar luisteren dan naar anderen. Dus daar komt zeggen en luisteren, dat hoort voor mij bij dat gezag. Dus die dynamiek van zeggen en luisteren. En daar hoort vanzelf ook een idee bij van, dat wat iemand zegt, dat is niet zomaar alleen maar zijn eigen belang of zijn mening, maar dat heeft een zekere relevantie voor ons als groep. En van daaruit ga ik dan zeggen, dat is eigenlijk een idee van een gemeenschappelijk goed. Dus wat ik probeer, is eigenlijk via de analyse, en dat is het eerste, misschien wel het meest taaie deel van het boek, conceptueel, eigenlijk een noties te introduceren die ogenschijnlijk heel oud zijn. Dus gemeenschappelijk goed. Ik zeg, waarom spreek je niet van algemeen belang? Nee, ik vind dat goed. Dat vind ik heel belangrijk. Dus Nederlandse taal is voor mij bijvoorbeeld een gemeenschappelijk goed. Kan je zeggen, algemeen belang? Nee. En zo goed wat we gezamenlijk onderhouden. Wat voor ons van belang is. Nou, via eigenlijk dat spoor van gemeenschappelijk goed, dat waar je samen voor zorgt, dat waarin ik word gezien, waar ik ook meedoe, waar ik me mee identificeer of waar ik bij hoor. Van hoe kun je van daaruit dan dat gezag duiden? En dan kom ik met een aantal noties van dat het moet zinnig zijn, je moet een idee hebben, we gaan op een bepaalde kant op waar ik vertrouwen in heb. Heel belangrijk, hè, dat idee van vertrouwen, meegaandheid en ook uiteindelijk het idee van iemand dat gezag gunnen. Ook van en dan is die Aristoteles die komt dan, die deugdethiek die komt er om de hoek kijken, omdat ik dan zeg, ja, hoe hebben die Grieken nou traditioneel de legitimiteit van dat gezag. Want je hebt natuurlijk ook allerlei perverse vormen van gezag. Dat noem ik ook van een godfather tot en met Hitler die zijn gezag had. Maar hoe kun je nou die traditionele legitimatie vanuit die deugdethiek zien? En omdat ik dan al dat gemeenschappelijk goed heb geïntroduceerd en een aantal andere noties zoals orde enzovoort en recht, zeg ik, nou, bij hen is dan deugd heel belangrijk. Die deugd die vormt eigenlijk op het persoonlijk vlak de legitimiteit van dat gezag. Dat je recht hebt op dat recht bij die Grieken. En daar kan ik vervolgens weer een heleboel mee. Precies. Ja. Dat recht van spreken naar dat recht op het recht. Daar komen we misschien dadelijk nog wel even op. Maar dat vond ik dus zo heel treffend in het boek. Wat waarde heet bij Aristoteles was niet zomaar waarde natuurlijk. Daarom val ik daar even op terug. Jij hebt de Ethica Nicomachea genomen. Dat lijst en de Politica. Ook, de Politica. Ja, die zit er ook in. Ook. Ja, samen, precies. Die zit erin. Maar die twee samen. En dat vind ik zo mooi. Van je kunt legitimiteit en gezag bekijken als het moment van nu. Staan er voldoende mensen achter dit kabinet? Of is er voldoende steun? Zo framen we dat dan tegenwoordig vaak. Maar dat is natuurlijk niet waarmee je het gemeenschappelijke goed kunt raken. En dat is een sterke lijn in je boek. Dat je zegt, van ik wil niet naar momenten kijken. Ik wil naar structuren kijken. Diepe structuren, die we vooral in Nederland ook hebben. Ja. Die leg je ook bloot, die diepe structuren. Dus dat je de echo van het gemeenschappelijke goed, dat zijn ook tradities waarin we staan. Dat is een brede politieke cultuur. Dingen die we delen. Dat moeten de leiders van nu zich goed realiseren. Ja, in die zin zit het natuurlijk wel raar. Ik ben net jouw boek begonnen, daar gaan we het ook over hebben. Niet nu, maar de volgende keer weer. Ja. Ja, maar er zit natuurlijk wel een overeenkomst. Want jij beschrijft ook die geschiedenis, hè? Van die constitutie. Precies, maar nogmaals even terug naar jouw boek. Die lange lijnen zijn heel interessant. En ik kom toch even terug op die Aristoteles. Wat die Aristoteles ook deed, die had, wel even in mijn vak, die zei van, wat is nou een goed model van leiderschap? En hij haalde gewoon alle constituties op
bij alle stadstaten die kennen. Ja. 151 geloof ik had hij er. En dat ging hij vergelijken. Van, kun je nou hier iets uithalen wat het goed is? En dan heel anekdotisch beschrijft hij van, nou, je hebt sommige regeringsvormen leiden tot perversie. Hè? Dan gaf hij een goede regeringsvorm, maar direct daar de perversie tegenover. Ja, de ontaarde vorm. De ontaarde vormen. Ja. En dat is iets wat je eigenlijk ook doet. Ik bedoel, het is geen... het gaat niet alleen maar over Aristoteles, gelukkig niet. Nee, zeker niet. Hele contemporaine dingen. Maar dat vind ik razend knap van het boek. Ik wil dan ook een tweede lijn benoemen. Jij bent ook het goede. Van hoe kan je daar nou aan refereren? En hoe kan je dat nou inbrengen? Want daar ben je naar op zoek. De gedeelde waarde, daar zouden leiders zich ook... rekenschap van moeten geven, maar ook de reflectie, want wij brengen die leiders voort. Dus de hele tijd heb je de duurde tijd van de leider, maar ook de gemeenschap zelf. Absoluut. Heeft zich wat aan te rekenen. En je maakt ook heel twee dingen over onderwijs komen natuurlijk. Ja. Dat is een ding van je. Uit het hart aan het eind van het boek komt dat ook. De grote rol die het onderwijs daarin speelt, ben ik het helemaal met je eens. Maar het andere is ook dat en ik moet nu even de paragraaf precies erbij pakken. Dat is fijn om te zien dat er echt gewerkt is in een boek. Ja, dat is er zeker. Met veel plezier daarin. Maar in de ban van de verbeelding heet die paragraaf. Ja. En mij viel daar ook binnen de Cicero of Kikero, zoals je moet zeggen, die had een broer, als ik me niet vergis. En Kikero, toen hij voor de eerste keer in de Senaat wilde, als een jong broekie, schreef zijn broer, die schreef een boekje voor hem. Van wat moet je nou doen? Om verkiezingen te winnen. Het boekje wordt nog steeds in het Nederlands uitgegeven. Het is reuzegeestig. Maar heel centraal in het boekje staat, wat Kikero ook deed, is een grote kans. Je moet de algemene waarden van de Romeinse Republiek en de Romeinen in je verkiezingsspeeches altijd aanraken. Je moet duidelijk maken dat je traditioneel gezag, dat je daarvoor staat. Want dat was heel belangrijk voor de Romeinen. Maar hij zei ook, esse est percipi. Zorg dat je gezien wordt ook. En jij maakt dat punt wel ook. Het gezicht van het gezag. Wat aan de ene kant enorm in de knel komt in tijden van sociale media. Waar je die band van verbeelding. Ja. De band van verbeelding. Maar ook het constructieve daarvan. Dat je daar iets mee kan doen. Zou je daar eens iets over kunnen zeggen? Want dat vond ik... je zegt dat eerste deel is misschien wat lastig door te komen. Dat vond ik wel meevallen. Maar ik zeg maar eerlijk, ik heb er ook wel iets mee. Dat kan ik me voorstellen. Het is wel heel noodzakelijk, vind ik ook, voor de rest van je betoog. Ja. Maar bij die paragraaf over de verbeelding, dan gaat het ineens los. Dan komt Ad Verbrugge midden in Nederland, midden in de zet in de situatie, los om te spreken over gezag. Ik vond dat heerlijk om te lezen. Ja. Maar kun je daar eens iets over zeggen? Ja, dus ik open die paragraaf ook met dat beeld van Fortuyn en Melkert. Ja, ja, ja. Dat is... En dat heeft inderdaad met dat tot de verbeelding spreken. En het is in zekere zin natuurlijk weer ook aan die oude Griekse traditie gerelateerd. In de zin dat, precies wat jij zegt, daar natuurlijk de manifestatie van heel groot belang was. Je moest eigenlijk ook een voorbeeld zijn. Ja, dan komen we er dus zowel in de manier van spreken als in de manier van leven. De idealiter bij de... Daar ontleende je dus een deel van je legitimiteit, wederom. Mm-hmm. En dat is bovendien een vorm, en dan komen we op een belangrijk punt, een vorm die je ergens met elkaar deelt. Dus het gaat er niet alleen maar om dat jij een beeld neerzet, maar ergens moet dat dus raken aan wat door de ander ook ervaren of gevoeld wordt als, ja, dit is waar het om gaat, dit is relevant. En ik zeg dan eigenlijk, dus die politicus of die bestuurder, maar net, want het kan ook een rechter zijn, die belichaamt dus iets. En die belichaming heeft altijd al een symbolische zin of een zinnebeeldige zin. Dus een rechter zit daar niet alleen maar als individu. Sterker nog, Hegeliaans gesproken, zit hij er juist als belichaming van het algemene. En dat betekent dat hij in zijn manifestatie ergens dit ook moet laten blijken. En ik zeg ook wel, de toga is eigenlijk ook al een manier waarop je laat zien dat het niet zozeer om persoonlijke
kwaliteit gehad. Maar, en bij de rechter, maar juist om... Bij politicus is dat natuurlijk heel anders, maar bij die rechter juist om dat algemene. Nou, dat is dus een verbeelding die we dan vervolgens maatschappelijk ergens natuurlijk ook weer moeten delen met elkaar. Ja, dus er moet een ontvankelijkheid zijn, ook bij de bevolking, om iemand in uniform, die zich dan ook overeenkomstig dat uniform dient te gedragen, dus iets daarvan moet belichamen, om als het ware in die wederkerigheid met elkaar te verkeren. Nou, dat is wat een deel van de gezagsdragers doet, bijvoorbeeld een functionaris. Niettemin geldt dat ook daar uiteindelijk een persoonlijk element komt. Dus belichaamt die rechter nou ook de rechtvaardigheid? Of belichaamt die politieman de rechtvaardigheid? Daar komt een individueel moment in. Ja, en ik denk dat daar, ook wanneer we het hebben over een aantal hedendaagse problemen, daar zit natuurlijk de angel. Hè? De discretionaire bevoegdheid van een politieman is een onderdeel van zijn legitimiteit. Op het moment dat hij, wij zouden zeggen, disproportioneel met geweld omgaat of zo. Nou, en daar zit eigenlijk overal al dat een vorm in, een beeld, wat je met elkaar in een cultuur onderhoudt. Op het moment dat, ik neem Frankrijk, dat een politieman in de verbeelding van een grote groep mensen eigenlijk een symbool wordt voor pure macht, repressie, een vreemde mogendheid die ons discrimineert of onderdrukt. Dan is eigenlijk de gezagsverhouding weg. Dus je hebt die gedeelde verbeeldingswereld nodig voor die legitimiteit. Dat is het, en dat moeten beide partijen moeten dat onderhouden en moeten zich daarvan bewust zijn. Hè. Dat is ook de verantwoordelijkheid in dit geval van dit type gezagsdragers. Nou, waar het gaat om de politiek, hè, verbeelding blijft dus voor mij op alle niveaus van belang. Sommigen die keren zich tegen, een nationale gemeenschap. Dat is een imagined community, dat is een constructie. Ja, maar hoela, een familie is al een constructie. De verbeelding is permanent aan het werk. Dus je kunt überhaupt niet nadenken over menselijke verhoudingen, over ethiek niet, over instituties niet, zonder die verbeelding. Mm-hmm. En daarom heb ik ook die aanval vanuit die hoek van de natiestaat is eigenlijk een constructie. Ja, natuurlijk is het een constructie, maar het berust op een gedeeld levensgevoel. En ik zeg, van daaruit, en dat komen we misschien dadelijk ook op, bespreek ik bijvoorbeeld ook die historische dynamiek, ook in de jaren 60 en daarna, en wat we zien gebeuren. En ook de opkomst van onze virtuele beeldcultuur. Omdat, denk ik, met die verbeelding heel veel aan de hand is. Ja. Dat onze verbeelding ergens op hol is geslagen. En waardoor we eigenlijk dus die vorm, wat ik nu zei, van de politieagent, die je met elkaar deelt, waardoor je een zekere, die ook door praktijken geladen wordt, met ervaring geladen wordt, door beide partijen, dat die eigenlijk uitgehold raakt. Inclusief dus in de richting van onze politici. Maar het zit zelfs al in de figuur van de rechter. Hè? Dus die, ik kan me nog herinneren dat moment, het was volgens mij in het proces tegen Wilders, dat die rechter op een goed moment gevraagd werd. Hè? Dat is een, en waarbij ik dacht, toen ik die man hoorde, maar jouw toon is al fout. Ja. Jouw toon is, je begrijpt niet welke rol je vervult. Hè? En dat heeft met die verbeeldingsdimensie, en mensen zijn daar heel gevoelig voor. Ja. Dus, maar goed, dat is even. Ik zeg het moment na, het was Bram Moskowitz die dat deed. En het was helemaal geteleviseerd. Dat is natuurlijk heel erg lastig voor een rechter om een politicus in een bankje tegenover hem te treffen. Dat is al ingewikkeld. Maar wat Moskowitz deed, was natuurlijk, hij maakte er een showtje van. Hè? Dus hij tikte de rechter weg van tafel. Hij zegt, mouwen omhoog, ik ga u wreken. Ja, dat ging over heel veel meer dan de wrakingskamer even vragen ernaar te kijken. Ja. Ja. En dat begrijp ik heel goed. Mooi bruggetje ook. Ja. Ik ga geen flauwe naamgrappen maken, maar dit boek is bruggenbouwend. Een heel mooi bruggetje ook naar elkaar weten te vinden in de verbeelding, daar maak je je zorgen over, terecht. Dat raakt ook uitgehold wellicht. En de rode draad door het boek is toch wel dat
Twitter-files en zo. Elon Musk wordt besproken. Je zegt ook heel eerlijk, in de jaren 60 was Marshall McLuhan er. Ja. Die zei van, ja, de medium is the message. Dus het gaat, de tv is eigenlijk belangrijker dan, dan wat er gezegd wordt. Er zijn, hè, wat ik zei van Kikero, dat is wel erg uitvergroot. Het is belangrijker dat je er bent dan wat je zegt. Dat was ook... Andy Warhol, die natuurlijk daar een grapje van maakt, die zei, iedereen 30 seconden van fame gaan we naartoe. Maar jij maakt je zorgen ook wel over sociale media. Ik heb een aantal keer je boek gevonden, Elon Musk, dat vind je de enfant terrible van het, dat is nog het rustige gedeelte van de big tech. Maar ook... Maar dat is tegelijkertijd dus ook weer een zekere waardering voor hem. Hè? Zeker, dus zeker, zeker. Maar je hebt het over, je hebt er een mooi woord voor genomen, gevonden, wat die sociale media kunnen doen in hun slechtste gebruiksvorm. En dat is emotieve dynamiek. En dat speelt dus ook een grote rol. Dus je laat zien dat de verbeelding van individuen, heel terecht punt denk ik, dat we ons als individu ervaren is misschien mooi voor vrijheid, maar als dat doorslaat, dan wordt dat consumentisme. Dus dan wordt je individualiteit wordt ongeveer gelijk gezet en je identiteit met wat je aan hebt of wat je doet of waar je heen bewogen wordt. Dat is heel mooi gezien, denk ik. Maar die emotieve dynamiek, dat is echt een sleutelwoord ook in het boek. Ja, ik spreek zelfs over democratie. Democratie, en de rol van sociale media erin. Kan je dat eens duidelijk maken? Die dynamiek, dat overtuigde me wel. Ja. Ik was altijd nog zoiets van, nou, laat duizend bloeien bloemen. Bloemen bloeien. En ook voor sociale media. Maar jij maakt wel duidelijk dat die dynamiek een neerwaartse spiraal geeft. Ja, en het zijn mij verder dat ik dan vervolgens tegen sociale media ben, want dit is zelf ook een onderdeel van die sociale media. Dit type gesprek dat wij voeren zie je eigenlijk niet in de reguliere media. Dus maar het is inderdaad zo dat ik, die opkomst van wat ik dan noem die impressionistische democratie, hè, dus waar dat de indruk, het indruk maken, het werken op de indruk, het effectbejag, dat een heel belangrijke plaats inneemt. En ik zet het ook af. Ik laat het een beetje parallel lopen met de onttakeling van de zuidensamenleving en het type representatie wat je daar had. Versus wat we eigenlijk de afgelopen 50, 60 jaar hebben zien gebeuren. En dan met name in de laatste decennia nog een versnelling heeft gekregen. En daar wordt dat impressionisme eigenlijk steeds belangrijker. En dan zeg ik ook, hier is eigenlijk pas de burger of de postburger een kiezer geworden. Maar die ook vatbaar wordt voor... En dat breng ik in verband met de opkomst van het bevrijde individu, wat heel sterk zijn eigen beleving tot centrum is gaan nemen. Van waaruit hij de wereld beoordeelt. Ik spreek ook over... In dat kader dat bekende duimpje omhoog, duimpje omlaag. Over de keizertijd gesproken. Dus een soort... Schijnen ze nooit gedaan te hebben. Schijnen ze nooit gedaan te hebben. Nee? Dat is een apocrief verhaal. Dat is in ieder geval hoe wij het... Komt een schilderij van de 19e eeuw. Ja, precies. Ja. Hoe wij het meegekregen hebben. Ja. Maar dat is in ieder geval wel wat je ziet ook op die sociale media. Dat is heel erg goed, fout, zwart, wit. Die media die in toenemende mate ook een privaat karakter hebben gekregen. Die versterken eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een bepaalde groepsdynamiek, waarin de identificatie met een collectief heel belangrijk gaat worden. En moraal ook steeds scherper een moralistisch karakter krijgt. En daarmee bedoel ik niet alleen oordelend, maar ook dat het zich terug gaat trekken in de wereld van het symbool en de taal. Dus je bent niet goed omdat je een vluchteling in huis neemt en je kamer aanbiedt en daarvoor zorgt jarenlang eventueel. Of omdat je bepaald vrijwilligerswerk doet. Nee, maar je bent goed omdat je de juiste emoticons gebruikt of de juiste woorden hanteert en die op sociale media zet, een goede foto maakt. En dat we heel erg dus elkaar ook de maat zijn gaan nemen op een symbolisch niveau.
in de sfeer van de virtuele uiting en de identificatie. Dus waar verkeer je, met welke mensen. En dat filtert zich eigenlijk op die manier ook vrij sterk uit. Dat zijn die bekende bubbels. Dus waar mensen... Ja, en daar gaan beelden de overhand krijgen. Ik noem dat ook abstracte, dus virtuele identiteiten. De hele ontwikkeling rond genderdysforie is enorm complex, maar ik verbind die wel ook met die beweging van zelfconstructie en beelddominantie in sociale media, in onze virtuele cultuur. Hoe complex ook, maar ik zie het toch ook als een onderdeel van wat ik dan die ontlijving noem. Dat je niet meer hier aan tafel oog in oog staat, maar op Twitter iemand beoordeelt of veroordeelt die een bepaald plaatje post, bepaalde woorden gebruikt. En dat is dan meteen onveilig of fout. En zo krijg je eigenlijk een nieuw soort groepsdynamiek. En dat is die emotieve dynamiek. Waarin eigenlijk we nauwelijks meer in concreto op de zaak zelf kunnen ingaan met elkaar. Van goh, wat zijn de ervaringen, wat speelt er nou precies? En zo kijk ik zelfs ook naar de boerencrisis. Waarbij beide partijen eigenlijk in een situatie zitten waarin het gesprek over nou, wat er nou echt aan de hand is, heel moeilijk wordt. Ja, even haak ik even aan. Voor de voorvrouwen van de boer-burgerbeweging heb je een aantal hele warme woorden over. Ja. Hoe zij dat doet. Is dat een manier om daarmee om te gaan? Ja, klopt. En jij zegt van haar dat zij daar gedeeltelijk uit weet te stappen, terwijl ze het ook weer wel gebruikt. Maar zij weet wel te verbinden. Ja. Pas geleden is bekend dat ze even, als was ze de juffrouw in de kleuterschool, in de Tweede Kamer zegt, en nou is het afgelopen met dat geschreeuw over het asieldebat. Jij er niet zo'n karikatuur van maken. Dat heb ik dan niet gezien. Dat heeft ze vorige week gedaan. Ja. Was een voorbeeld waarin ze dat te meer nog deed. Die rol die zoekt ze ook. Is dat nou zo iemand waarvan jij zegt van ja, dat is misschien wel een medicijn om daar uit te geraken. Iemand die probeert toch nog de gedeelde, beleefde waarden in te roepen om daarmee verder te komen. Ja, dat is wel waarom ik daar toch een aantal positieve dingen over zeg. Tegelijkertijd natuurlijk ook met mijn vragen en kanttekeningen. Maar ik onderscheid er, laten we zeggen, van toch wel meer extremer of soms zelfs wat hysterische patronen die we de afgelopen jaar eigenlijk vanaf Fortuyn hebben gezien, waarbij dat bij Fortuyn zelf ook wel speelde in mijn optiek. Waarbij dat verzet wel heel erg in de contramine schoot. En bij Wilders hebben we dat zien gebeuren, bij Baudet hebben we dat zien gebeuren. En het is wat mij betreft overduidelijk dat zij in die traditie staat aan de ene kant. Hè? En dat voor een deel denk ik ook die schuivende aanhang is. Je ziet ook echt wel mensen die vanuit het CDA en vanuit de klassieke middenpartij op haar hebben gestemd. En ik vind dat ze wel een trendbreuk aangeeft in dat opzicht. Dus ook bij sommige dingen gewoon ronduit zegt, ik weet het ook niet. Of gewoon tijdens een debat van, je hebt me wel overtuigd. Ik vind dat wel met een soort nuchterheid die we denk ik ook nodig hebben. En ook wat denk ik haar kracht is geweest, is dat ze probeert de reële situatie te schetsen zonder meteen dan de ander als een boeman neer te sabelen. Dus maar goed, of dat voldoende is. Dit is haar beeldvorming. Dit is waar ik op aansla. Wat denk ik ook resoneert bij een deel van de bevolking. Daar heb je weer hoe iemand iets verbeeldt. En waarbij je ook wel zegt, we moeten hier samen uitkomen. En dat is wat ik heel erg mis op een aantal dossiers. Het idee van, ik noem dat ook die praktische wijsheid, van we hebben een met elkaar zijn we ergens in terechtgekomen. En dan, om maar het Nederlandse spreekwoord te gebruiken, we zitten in hetzelfde schuitje. En laten we nou in datzelfde schuitje gewoon proberen daar gezamenlijk uit te komen. In plaats van, er moeten een paar mensen overboord om te zorgen dat het schip lichter wordt. En dat gevoel hebben denk ik heel veel mensen, ook waar het gaat om die boeren. Van er is natuurlijk iets aan de hand met het milieu, absoluut.
Er is ook een hele geschiedenis waarin we kennen allemaal dat verhaal. Mansholt, nooit meer honger, die landbouw geïntensiveerd hebben. Allerlei partijen zijn daarbij betrokken geweest. Wageningen heeft de meest geavanceerde technologie en landbouwmethode geïntroduceerd. Ja, en we zijn nu zijn we zover dat we zeggen, ja, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ja, en dan moet je denk ik wel met elkaar zeggen van, ja, maar dit hebben we echt samen gedaan. We moeten nu de weg terugvinden. En ik de manier waarop die boeren dan toch een beetje kop van jut worden, heeft en waarbij ik niet zeg, nou, alles kan bij het oude blijven, maar hoe ze de kop van jut worden, maar ook hoe ze soms zelf er dan weer opstellen, dat vind ik wel jammer. En ik hoop dat dit overtuigt me zeer, hoor, die warme woorden. Die zeggen tegen een boerenzoon. Maar ik vond het wel heel charmant ook aan het eind. Dat is ook praktische wijsheid. Dat je zegt, in iedere mens schuilt een stadsmens en een plattelandsmens. Ja. Ja. Dat is mooi gemaakt. Zo zit het boek vol met van die mooie vergezichten. Ik kom het dadelijk nog even over het leiderschap nu. Maar ik wil met één ding, want dat proef ik ook dat het zo geschreven is. Hè. Het gebeurt niet vaak meer dat echte grote filosofen, daar reken ik Ad Verbrugge toch zeker na lezing van dit boek toe, ook naar de praktische politiek oversteken. Zeggen, luister, dit is mijn analyse en dit zou je ermee kunnen doen. om huidige problematiek op een wat andere manier te bekijken, daar misschien ook wat op te doen. Het eindigt ook echt in een hoofdstuk van praktische wenken bijna, waar je aan zou kunnen draaien aan de knoppen. Maar ik wil even naar Ad Verbrugge, de filosoof, nog even toe. Het staat er nergens, dat kan ik je zeggen. Ik heb het echt goed gelezen. En toch ervoer ik dit als een frontale aanval op allerlei postmodernistische filosofische schriften die we kennen, die in relativisme terechtkomen. Maar Frisser wordt nog even genoemd. Daar blijf je heel neutraal in. Je ziet wel eens een analyse over de staat. En toch proef ik tussen de regels door. Maar misschien is dat dat je zegt van, ja, maar voor me, dan heb je het echt niet goed gelezen. Maar er zit iets in dat die postmodernistische opvattingen, op zijn minst en heel elegant worden afgeserveerd als niet erg productief om het denken vooruit te helpen. Mag ik dat zo uitlezen? Nee, ja. Wim, nu je dit zo te berde brengt, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Choose your battles. Om het maar eens in goed Engels te zeggen. En dat geldt hier ook van, ja, met wie ga je nu het debat aan? En ik kan op theoretisch niveau zou ik met heel postmodernisme de degens kunnen gaan kruisen en zo. Maar ik ben fenomenoloog. Ik wil eigenlijk gewoon naar de zaak. En wat ik wel zeg is dat in mijn optiek, ik zie het postmodernisme ook als een, in zekere zin als een ultieme consequentie van het cartesianisme. Ja, ja. En dat is tamelijk ironisch, omdat men zich daar zo tegen keert. En juist tegen die moderne traditie keert. Ik zeg maar, het is in zijn negatieve verhouding daartoe, blijft het daardoor bepaald en gebonden. En dat geldt wat mij betreft ook voor Nietzsche. En met al zijn kritiek, en die ook heel productief is, ik heb er veel van geleerd, maar zoals Heidegger zegt, ja, is het einde van de metafysica, maar daarmee nog wel binnen die traditie staand. En dat geldt voor Foucault wat mij betreft ook. Ja. Dus ik neem een aantal echt cruciale inzichten van Foucault over. Ik zie ook een enorme, laten we zeggen, disciplinerings of zelfs met Byung-Chul Han een soort moderne disciplineringsneiging, ook binnen het neoliberalisme. Daar gaat het allemaal niet om. Het punt is alleen, daar komen we weer bij het begin van het boek. Wat is je grondintuïtie? En ik zeg dat wat in het postmodernisme zit, draait toch om die problematiek van macht en onmacht. Men kan eigenlijk geen instituties nadenken, men kan niet over traditie nadenken, men kan niet op een hele productieve manier, in mijn optiek, over natuur, over lichaam, over eigenlijk hele fundamentele, maar men kan wel voortdurend kritisch, als het ware, de vooronderstellingen van anderen aanvallen en ontmaskeren, en dat is soms ook goed. Tegelijkertijd keert men dan terug op een gek soort, toch individualiteitsprincipe.
In al zijn kritiek is die kritiek ook een soort emancipatie. Dat zit bij Foucault ook. Ja. En de vraag is, het is niet voor niets dat de late Foucault toch ook weer toebeweegt naar de antieke wereld. Met name ook het idee van vriendschap en de stoa. Omdat dat, ja, er is een bepaalde armoedigheid, hè, bijvoorbeeld bij Foucault. Nou, zo kan ik het nog wat meer neo-Nietzscheanen noemen. En wij komen daar gewoon in mijn optiek geen stap verder om in een productieve zin over instituties en over politieke en over juridische orders na te denken. Hè. Dat is de reden. Maar ik probeer het, wat we voelen allemaal. Hè. Op het moment dat de shit really hits the fan, dan vinden we het belangrijk dat er recht is, hoor. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is een disciplinerings van de moderniteit. Nee, maar wacht even. Op het moment dat je lichamelijke integriteit in het geding is, of je hele elementaire erkenningsverhoudingen. En die fenomenologische houding, ja, die gebruik ik. Daarom sluit ik aan bij andere bronnen. Dat is erg overtuigend gedaan, hoor. Want ik mag je wel eerlijk zeggen, toen ik het boek begon te lezen en dat afserveren van het individu in het begin, toen dacht ik van, nou, hè, dat is toch waar we op gebouwd zijn. Je maakt ongelooflijk duidelijk en goed duidelijk wat Aristoteles eigenlijk al zei. Hè, de mens is een zoon politicon. We zijn politieke wezens. Ja. De gemeenschap, dat is de manier waarop we ons toe verhouden. Ja. En waar ook leiderschap ook uit voortkomt. En Wim, heel belangrijk, ik ben hartstikke voor het individu. Maar wel, ik zeg, bij individuwording hoort een besef ook van een verantwoordelijkheid die je hebt ten aanzien van een gemeenschap. Ten aanzien van waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat en wat je in stand houdt. En je moet juist zorgen, dat is ook mijn idee van poreuze zelf. Ja. Je moet juist zorgen voor sterke individuen. En die dat bereid zijn dat te dragen, die hun nek durven uit te steken. Daar gaat ook de deugdethiek over. Niet over de brave jongens die alleen maar de middelmaat volgen, maar ook mensen die durven op te staan. De mensen woord die durven. Die zeggen van, nou nee, maar we gaan die kant op. En waarom? Ik leg het je uit, weet je wel. Recht van spreken, en, recht op precies, het recht. Precies. Ja, ja, ja. Ja. Heel mooi gevonden. Ja. Ik wilde, want we beginnen aan het einde te komen. Ik wilde nog even een bruggetje, metafoor, maar nog even een volgende stapje maken. Wat mij opviel, daar heb ik je al even over, belden we ook al even eerder over. Ik had in het begin het idee van Max Weber ontbreekt. Hè? Ja. Die met zijn drie vormen van gezag, juridisch rationeel gezag, traditioneel gezag en charismatisch gezag. Ja. En ik denk dat ik het door heb, het zit er helemaal in, de hele tijd. Maar waarom dat drievoudige schema niet precies voor je werkte, dat snap ik ook heel goed. En dan moet je weer de Carl Schmitt kritiek daarop gaan doen. Dat doe je veel handiger om dat ook productief te maken. Maar toch, het punt, ik vind het wel centraal in je boek staan, dat traditionele en charismatische gezag samen, verbeelding en traditie, dat is heel belangrijk. En ik kom even naar mensen in mijn vak, als die nadenken over de democratische rechtsstaat, dan hebben ze het meestal over nog heel veel meer. Dat is het gelijk van jouw boek. Die hebben het niet over de instituties van toevallig, dit is de grondwet en daar staat een rechter in, dat dan ook. Die beginnen dan, veel van de mensen in mijn vak, die zijn een beetje, ja, dat heet constitutionalistisch, een beetje natuurrechtelijk aangegeven. Dus de eeuwen hebben ons in laten zien, dat is ook echt het verlichtingsidee. We kunnen steeds beter zien wat eigenlijk, ja, de waarheid met ons wil. Hè? Dat komt van buitenaf aangevlogen. Ja. De waarheid van buitenaf. Dat is natuurlijk voorouderverering. De 3000 jaar voor Christus hadden ze dat al, of goden of wat dan ook. En dat is iets wat heel sterk ook wel terugkomt als een lijntje in het boek. Dat, ja, de eeuwen tot je spreken, dat traditionele gezag gekoppeld aan het charismatische gezag, dat iets is wat van alle tijden is. Wat ongelooflijk belangrijk is en altijd opnieuw uitgevonden moet worden in nieuwe tijden. Ja. En zo proefde ik dat ook bij jou. Ja. Ook daar weer de retorische vraag, proef ik dat een beetje goed? Heb je dat op die manier proberen te verwerken? Of zeg het ook gerust, hoor, als je denkt, nee, in je eigen hol te trekken nu. Kijk, een boek heeft natuurlijk bij de lezer, daar krijgt het zijn betekenis. En in die zin heeft het heel veel betekenissen. Laat ik zeggen, wat bij mij, ik heb bij die Weberiaanse onderscheiding, die ik noem hem ergens wel, maar ik ga er helemaal niet van uit. Dat klopt. Het raakt wel aan onderdelen daarop. Hè? Maar ik zet eigenlijk een veel breder palet in.
En dat heeft te maken, we leven in een andere tijd. Hè. Ik ben heel erg ook bezig met die historiciteit, waarin ik eigenlijk ook serieus neem hoe het kan dat bepaalde elementaire rechtsstatelijke beginselen, dan raken we ook aan jouw boek, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, uit zicht verdwijnen. Zowel bij de gezagsdrager zelf als bij een deel van de bevolking. En dat er dus ook daar dingen voor in de plaats kunnen komen die soms ook wel de vorm van gezag aannemen, maar die toch anders van aard zijn. Dus ik heb het over bijvoorbeeld die verschuiving van het gezag dat gebaseerd is op praktische wijsheid. En overigens, ik zie de wet ook, dat zeg ik ook heel uitdrukkelijk, als een uitdrukking van praktische wijsheid, idealiter. Hè? En daarmee ook altijd iets waarbij de wet, en zeker ook de grondwet, eigenlijk al een bepaald gezag moet hebben. Het zijn mensen die tot ons spreken, ze zijn dood, in heel veel gevallen. We hebben natuurlijk ook nog de huidige wetgeving, maar grondwettelijk, dat is natuurlijk een traditie die tot ons spreekt. Maar het gaat om, wel om dat moet worden verinnerlijkt en moet worden vertaald. Hè? En we leven in nieuwe condities. Nou, wat ik zeg, wat we zien is bijvoorbeeld, je weet, ik sta vrij kritisch in het hele coronadebat. Maar zo kan ik nog een aantal dossiers opnoemen. Ja, jij kent er ook genoeg. Waarbij ik de vraag stel, hoe kan dat nou dat uit zicht verdwijnt? Dat artikelen niet meer goed gelezen worden. Bijvoorbeeld waar het ging om die verengelsing van het onderwijs. De wet heel helder. Hoe komt het nou dat we dat niet meer verstaan? En dat heeft iets met de tijd te maken. En ook met ander type gezag dat dan op gaat treden. Dat kan de gezag zijn van bijvoorbeeld de deskundige of het gezag van de econoom. Een heel andere variant die enigszins in de buurt komt van het charismatische, is wat ik dat messianistische gezag noem. Of het geestelijke gezag van de imam. Nou, allemaal differentiaties. Die juist in tijden waarin bijvoorbeeld praktische wijsheid gaat ontbreken. En we zitten in zo'n tijd, dat is eigenlijk ook mijn grote claim. Hè, dus we zitten in een tijd waar die praktische wijsheid eigenlijk wegvalt. Waarin we zien hoe de modellen opkomen, hoe deskundigheidsgezag wordt geïntroduceerd. Maar ook dat er avonturiers opstaan die met vergezichten komen. Die misschien best wel een punt hebben in bepaalde gevallen. Nou, het is eigenlijk om die dynamiek te vatten dat ik er veel meer onderscheidingen maak. Ja. En die ook vruchtbaar kan inzetten. En soms ook figuren kan laten zien zoals, ja, wat is nou die bijzondere status van een Mandela geweest? Hè? Omdat die op een gekke manier en die praktische wijsheid belichaamde en een verlossingscharisma had. Dus dat ook een messiaanse trekken vertoonde. En bovendien ook over de nodige deskundigheid beschikte. Dus hij, en een martelaar. Ik spreek over martelaarsgezag. Recht van spreken krijgen. Ja, omdat je. En dat zie je in, laten we zeggen, een ontaarde vorm in het hele cultivering van het slachtofferschap. Waarmee mensen dus ook een soort van gezag willen hebben op basis van hun lijden, wat soms het lijden van anderen is of van voorouders of wat dan ook. Nou, ja, dus ja. Allemaal dat soort onderscheidingen kan ik daardoor inbrengen. Ja, ja. Nee, dat is heel knap gedaan. We komen zo langzamerhand aan het einde van het gesprek, Ad. Daar gaan we, denk ik, als je het goed vindt, jouw oplossingen even bekijken. Ja. Hè? Dus waar je doet. Maar ik zeg dat niet, natuurlijk, het idee van wijsheid. Ja. Als leidend voor leiderschap, natuurlijk een Platoons idee, ja. Wat we daar erg goed kennen. Dat moesten de wachters moesten dat zijn, vooral wijs. Een wijze koning moest je hebben. Maar je doet iets, dat vond ik echt emotionerend in het boek. Je haalt je 95-jarige, bijna 95-jarige vader aan. Ja. Als de iemand, de gezag is ook iets, en daarom noem ik dat punt en daar, zo naar het einde van het gesprek. Gezag is niet iets alleen wat je hebt. Dat is iets wat je bij referentie en attributie van anderen krijgt. Maar het is ook iets wat je doorgeeft.
Dat is een mooi punt dat je dat maakt. Ja, de oude wijze vader die nog steeds gezag heeft, zeg je, bij de verantwoording. Ik hoorde net dat je het er morgen aan gaat bieden, wat een mooi moment zal zijn. Maar dat is ook hoe jij kijkt, het doorgeven van gezag. Zo zie ik jouw laatste hoofdstuk, van hoe je dat zou kunnen doen. Want we kunnen, je maakt heel overtuigend duidelijk, ik denk de urgentie daarvan is ook heel duidelijk, dat onze overheid, gezag kan nooit uit een spreadsheet komen. Nee. Dat je zegt, dit is de oplossing, want zo hebben we het uitgerekend. Computer says yes or no. Dat kan nooit zo zijn. Je kan niet gezagsloos werken, of dat je zegt van het algemeen belang kun je uitrekenen op de rand van de krant. Dat kan niet. Dat punt maak je keer op keer op keer. Heel duidelijk, heel urgent ook. Maar je hebt ook een oplossing aan het eind. En dat is misschien wel leuk. Voordat iedereen natuurlijk dit geweldige boek gaat halen. Dat je ook even, zonder een spoiler te geven, je zoekt de oplossing in twee richtingen. Voor de overheid zelf en voor de burgers. Dat is een soort Siamese tweeling in een oplossing voor jou. Ja. En daar kan ik iets over zeggen. Ja. Dat lijkt me een mooie uitswinger ook voor ons gesprek. Ja, nee, dankjewel. Helemaal terecht. Ik heb ook een broertje dood van mensen die alleen maar wijzen naar de overheid. Dat de overheid alles fout doet. Ik ben behoorlijk kritisch op die overheid in allerlei opzichten. Tegelijkertijd straalt het terug op onszelf. Hè? Dat is, ik zeg, ieder volk krijgt ook de regering die het verdient, zeg ik ergens. Hè? En, ik hou ook een omstandig pleidooi voor het onderwijs. Daar komen we ook aan het begin van ons gesprek. Precies om die reden, omdat dat iets te maken heeft met traditie. Iets wat je doorgeeft, de vorming van mensen. En ja, dus ik zou kunnen zeggen dat ik op een bepaalde manier een pleidooi hou voor een nieuwe vormingsagenda. Echt, maar in de meest brede zin van het woord. Het belang dat je als politieke gemeenschap, en vooralsnog zijn we dat, de idee serieus neemt dat je een gemeenschap bent. En die gemeenschap, die kun je alleen zijn wanneer je een bepaald soort vormen deelt, omgangsvormen deelt. En dat betekent niet dat iedereen hetzelfde doet. Hè, want dat is dan meer zo'n ondoordachte kritiek. Ik zeg dat, in een voetbalteam doe je niet allemaal hetzelfde. Maar je begrijpt wel enigszins wat je doet. Mooi, hè? Die metafoor die je houdt voor het voetbalelftal. Ja, voetballer. Ja. Dus je bent van tafeltennis, maar voetballer is dat toch... Ja, ik heb ook veel gevoetbald. En, klopt inderdaad, ja. En zwemmen, dat zijn weer vrij socialistische sporten eigenlijk. Maar nee, ik ben zoals iedere Nederlandse jongen gewoon met voetbal groot geworden. En ook met mijn kinderen ook weer doorgegeven. En ik zie dat bij mijn zoon ook. En ik zie ook het enorme belang daarvan. Dus het idee van ook ergens je eigen talent moeten inzetten voor een gemeenschappelijk goed. Hè? Gewoon goed trainen, goed die wedstrijden spelen met elkaar. En dat betekent niet dat iedereen hetzelfde doet. Nee, je hebt taken daarbinnen. En daar kun je, binnen die ruimte kun je als individu ook je gaan manifesteren en excelleren. Want denk maar eens aan de grote eigennamen, hè, waarbij we gelukkig ras en kleur er allemaal niet toe doet. Laten we dat ook eens in onze oren knopen. Dat je ook vanuit die achtergrond een zo'n schitterende carrière kan hebben. Maar ook dat daar een traditie in zit. We staan allemaal zijn allemaal kinderen van Johan Cruijff in die zin. In hoe we op het veld leren spelen, wat met ruimte doen, de rol van vleugelspelers en wat iets meer zijn. Dat is, dus ik gebruik dat als ook een notie van cultuur, maar dat geldt wat mij betreft dus voor allerlei instituties. En dat je dus onderkent, en ik spreek over vijf leegtes, hè, met betrekking tot de overheid, de poreuze overheid, zoals ik het inderdaad noem, waarin allerlei invloeden eigenlijk werkzaam zijn, waar ze zelf onvoldoende zich van bewust is en ook geen greep meer op heeft. En een leegte rond macht, een leegte rond deskundigheid, een leegte rond haar moraal, een leegte rond eigenlijk het contact met de bevolking. En tot slot, belangrijk, dat is eigenlijk ook waar ik met Yeats begin, het wegvallende centrum. Dus geen gemeenschappelijk goed meer. Mm-hmm. En waardoor eigenlijk in de afwezigheid van die praktische wijsheid systemen loskomen te staan van het geheel, hun eigen kant op schieten, soms weer haak staan op andere overheidsbeleid. Nou, ik ben niet van de
van de eindeloze voorbeelden, maar ik analyseer wat er gaande is en we zien het bijna dagelijks om ons heen. En mijn pleidooi dus op het einde is toch een pleidooi voor, je zou kunnen zeggen, de menselijke maat. Hè? Dus dat, in die zin weer toch een kind van Plato en Aristoteles. Je hoort het natuurlijk ook nu op veel, dus zoals Heraclitus zegt, wie zinnig spreken wil, moet kracht putten wat alle gemeen hebben. Ik denk dat we allemaal ervaren, en zo eindigt ook mijn tweede deel, het systeem dat we met elkaar hebben opgetuigd, dat gewoon zijn langste tijd gehad heeft. Dat er iets van een fundamentele omschakeling nodig is. En dat geldt voor de overheid, maar dat geldt ook voor die burger. En wat ik dus aan de kant van de burger eigenlijk propageer, is een soort, ook een verantwoordelijkheidsgevoel voor de verbanden waar die in staat, en ook eigenlijk de opdracht om dat mede te onderhouden of te cultiveren. Iets van die democratie te proberen te overwinnen. Maar dat is ook de taak van leraren, dat is ook de taak van voorgangers, dat is ook de taak van mensen die instituties leiden. Omdat daar de basis wordt gelegd. Kijk, die jongens in de banlieues, maar dat geldt hier misschien hier ook, we kunnen daarop kankeren. En dat is voor een deel ook natuurlijk terecht. Maar ze zijn natuurlijk het resultaat ook van een cultuur. Van verkeerde opvoeders, verkeerde ouders, verkeerde. En die dat misschien niet in gedachten hadden, die andere ideeën hadden of daar niet mee bezig waren, maar het was wel verkeerd. Hè? En dat is denk ik iets wat in de richting van de bevolking van de mensen zelf eigenlijk heel urgent is. Van, je hebt met elkaar en zo ook een beschavings- of een vormingsagenda nodig. En wat kan van de overheid, is mijn pleidooi, en dat is eigenlijk volg die leegtes. Ja, toch neem nou serieus dat je een politieke gemeenschap bent. Op verschillende niveaus, of op het gemeentelijk, provinciaal, maar ook rijksniveau, zeker rijksniveau in een tijd van globalisering, dat je heel helder moet krijgen, wat doen wij nou samen? En wat behoort tot die supranationale instituties of intergouvernementele instituties? Ik zeg al, de discussie over Europa, die moet gevoerd worden. En je lost het niet op door dat gesprek maar uit de weg te gaan. Want je ziet overal in Europa rechts opkomt, kritisch is over Europa. Ja, Europa is mij zeer lief, maar je moet toch ook onderkennen dat we op allerlei dossiers nu in de knel zitten. En dat er helderder moet worden waar die nationale bevoegdheid en macht over gaat. En wat we inderdaad gezamenlijk willen doen en hoe ver dat reikt. En dat is een verhaal, dat hou ik al decennia. Maar het wordt alleen maar urgenter in mijn optiek. Dus het is er één. En voor de rest onderkennen natuurlijk dat de werkelijkheid niet maakbaar is. En trouw blijven ook wel aan de traditie. Dus dan komen we op die constitutie, ook jouw thema. De wet weer serieuzer nemen. Ja. Dat is een heel belangrijk onderdeel van ook gezag, dat de overheid haar eigen bronnen van wijsheid en gezag, en de wet is er al een van, dat ze dat heel serieus neemt. En ziet dat niet door technieken, door procedures en protocollen kan worden vervangen. Dat zij de taak heeft om recht en rechtvaardigheid te hoeden. En daar is praktische wijsheid voor nodig. En dat kun je niet uitbesteden. Dat moet je doen. Dat is echt een heel mooi einde van dit interview, met de troostende woorden van diezelfde Heraclitus Pantarei. Absoluut, ja. Dankjewel, Ad. Dank je. Jij ook.